ontzettend belangrijke wedstrijd natuurlijk voor de ploeg van Roger Schmidt. Twee overwinningen en PSV is sowieso zeker van die tweede plaats en voorronde Champions League voetbal. Maar de ogen zijn natuurlijk vooral gericht op de Israëlische spits, op Iran Zahavi die weer van de partij is. Na de nachtmerrie van afgelopen zondag. Vandaag met zijn familie op de tribune hier in Eindhoven. En ook hij heeft dat spandoek in het Hebreeuws inmiddels gezien. Op de tribune, daar staat, we staan achter je. Opstelling van PSV, Mvogo onder de lat. Eén wijziging ten opzichte van de wedstrijd in Tilburg tegen Willem II van afgelopen zondag. Zahavi is terug, Madueke zit op de bank. Van Ginkel speelt dus opnieuw. Rosario is bankzitter, geen Gutsen. Dat was nog even de vraag. Gutsen is er niet bij. En datzelfde geldt voor Iataren. De opstelling van Bert Konteman ziet er zo uit. Ferrai terug in de ploeg. Geen Jesper Drost, die zit op de bank. Reinders, Misidjan en Van Duinen zijn wel weer fit. Kunnen vandaag maximaal een half uur spelen. Max dus gekoppeld aan Ferrai, de huurling van Dortmund. Malen. En daar komt Zahavi. Sangaré. Van Ginkel. Zo gaat PSV nadrukkelijker op zoek naar de opening. Treffen we de goede voorzet van Malen. Zomaar voor het inschieten eigenlijk van Vertessen. Maar die mist de bal. Anders was het hier 1-0 voor PSV geworden. Zahavi, Malen zelf dan maar. Uiteindelijk kan het nog. Hoek lastig. Voorgeven, maar niet besteed aan Zahavi. Vertessen. Malen, lastige hoek. Maar wel ploeggenoten voor het doel. Uiteindelijk valt de bal hier voor Max. Die moet hem nog even goed leggen voor zijn linker. Rebound weggegeven door Maus, maar niet besteed aan Zahavi. Dat is wel een kans voor de Israëliër. Hier nog eens die doelpoging van Zahavi achter het standbeen langs. Best hard. Sterk Sangaré, maar opgepikt door Van den Belt. Ruimte voor Saimak. Kan gaan schieten. Mustafa Saimak, en dat is een beste poging. Paal laat zich niet verrassen door Vertessen. Lastig dit, zo nou! Wat is dit nou? Een eigen doelpunt zoals je hem zelden ziet. Nakayama, Maus verrast en zo komt PSV wel erg makkelijk aan zijn voorsprong. Nakayama kijkt nog eens naar zijn keeper. Zo van, had je dat nou niet wat beter op kunnen lossen? Het is een rechtspoot. Maus, hij wordt op zijn linkerbeen aangespeeld. Niet te geloven, op dit niveau zo'n fout. Dat mag niet gebeuren. Wint PSV vandaag en verspeelt AZ punten op bezoek bij FC Groningen. Dan is PSV voor 99% zeker van de tweede plaats. Doelsaldo van PSV is een stuk beter dan dat van AZ. Vertessen, goed balletje. Malen, niet buitenspel. En dan is het 2-0. En wordt het heel goed uitgespeeld. De 19e in dit seizoen voor Donjan Malen. Heel erg cool, net als in de wedstrijd tegen Willem II, scoort Donjan Malen. Philippe Max. Gaat wandelen met de bal. Krijgt hem toch nog bij Malen, die daar knap doorheen voetbalt. Zahavi. Paasje was net te hard. Maar het piept en het kraakt achterin bij Zwolle. En daar is de 3-0. En nu maakt hij hem zelf. Jorbe Vertessen.
zo gaat het eigenlijk steeds makkelijker voor de ploeg van Roger Schmidt. Maakt Vertessen zijn tweede doelpunt van het seizoen. Thomas Lam. Overtreding bij Selmani hier. Totaal geen intentie om de bal te spelen ten opzichte van Boscali. De bal was al weg, dan komt er ook een gele kaart. Schitterend aangenomen, Saimak. En ook goed meegegeven. Als die bal binnen blijft tenminste, maar dat gebeurt niet. Hobbelt over de zijlijn bij Clement. Zoals hij die bal daar aannam en wegdraaide. Dat was grote klasse van Mustafa Saimak. Deze. Goed er tussendoor gespeeld. Gakpo. Met een handige beweging. Afgestopt door Lam. Clement. Wordt er snel kwijt bij Sangare. Sangare ontwijkt de overtreding van Saimak. Gakpo kan goed schieten. En had hier meer uit kunnen halen. De bal schiet door tot bij Ferrai. Omdat Viergever toch niet kan onderscheppen. Hier zit wat in voor Pek Zwolle. Ferrai. De bal dan niet bij paal. Zo is Pek erg onzorgvuldig. Vogo. Max. Sangare. Zou naar Van Ginkel kunnen. Ja, het gaat ook naar Van Ginkel. Sangare. 9 spelers van Pek Zwolle achter de bal. En toch de goal van Zahavi na schitterende voorzet. En als je toch iemand hier in het stadion een doelpunt gunt, na wat er in de afgelopen week is gebeurd, dan is het deze Israëlische spits. Met een kusje van zijn vrouw. En dan is het 4-0. En dan zijn de tranen natuurlijk niet ver weg. Het is hem gegund. Schitterende paas gaat eraan vooraf. Weer een assist voor Malen. Die hem heerlijk neerlegt. En dan is hij eigenlijk niet te missen voor een spits van het kaliber Eran Zahavi. 11e van het seizoen. En dit is prachtig. Van Ginkel, de bal had geen vaart. Gakpo aan de rechterkant nu. Van Ginkel met links en helemaal niet onaardig geschoten. Dumfries. Geen overtreding van Clement. Geuzebuurk staat er dicht op en laat het gaan. Ferrai. Van den Belt, afgestopt uiteindelijk door Sangare. Saimak. Saimak met een goede voorzet. En gekopt Obispo. Wordt opgelost Sangare van Ginkel. En voor het eerst Noni Madueke. Rosario. Malen. Malen. Het zou toch graag vandaag als een 20e doelpunt willen maken. Rosario. Dit is een hele riskante bal. Daar gaat Ferrai wellicht van profiteren. Ferrai, en dat doet hij. 4-1. En dat doet PSV zichzelf aan. Al wordt het natuurlijk wel knap afgestraft.
Agnew, deze huurling van Borussia Dortmund. Slordig balverlies, erg slordig. Veel te veel risico genomen door Van Ginkel. Die natuurlijk wel gewoon een goede wedstrijd speelt. Maar zich dit eigenlijk niet kan permitteren. Maar de blik staat niet op vrolijk bij de Duitse coach van PSV. Rosario levert zomaar in. Doué. Clement. Saimak. Paal. Peksvoll voelt dat er misschien wel iets te halen valt. En daar is de kopbal van Tedic. Gepakt door een Vogo. Oh, dat is niet handig. Saimak levert in. Zahavi kan hier wat mee gaan doen. Madueke. Malen, lastige hoek. En als hij hem breed legt op Sangaré is het vrijwel zeker een goal. Maar Malen gaat voor zijn eigen kans. En stuit op Maus. Jordan Theze. Malen. Achter het standbeen langs wilde Van Ginkel verlengen. Dat mislukt. Drost. Denzel Manuel. Counter nog van Pek Zwolle in de laatste minuut van de wedstrijd. Met een fijne voorzet zeg. En een schitterende goal nog voor Pek. Wat een doelpunt van Samir Laksier. Op aangeven van Denzel Manuel. Een doelpunt om in te lijsten voor Pek Zwolle. En wint PSV de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Met 4-2 van Pek Zwolle. Na die mooie goal van Zahavi was het 4-0. Dat was het hoogtepunt eigenlijk van deze middag.